dat zij de wedstrijd steken. Goeie marge. Dan zie je per rij de wedstrijd. Thank you.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent. Hier aanwezig in de bron of via de beeldverbindingen of radioverbindingen thuis. De dienst wordt voorgegaan door Daniel Kejepoer. Muzikus is Maarten Groen. En de schriftlezer is vandaag Frederica Scheper. Als teken dat wij deze dienst wijden aan God die licht is, zal ik eerst de kaars ontsteken. En thuis kunt u dat natuurlijk samen met mij ook doen. Het aanvangslied is Psalm 65, de versen 1 en 2. En aan groet en bemoediging vers 6. Maar eerst worden we een moment stil. Voor God, voor elkaar en voor onszelf. Zo mogelijk gaan we daarbij staan. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die afgaat met werk van
Ken je de situatie dat een naaste, een vriend of familielid of je partner bij je komt met zorgen of verdriet? Je wil dan je dierbaren troosten of hoop geven. Maar dat is niet makkelijk, want hoop is een complex iets. Uitspraken zoals: het wordt vast beter. Je moet hier even doorheen. Ik weet zeker dat het uiteindelijk goed komt. Of zelfs een uitspraak als: God is erbij. Ze kunnen leeg voelen of te oppervlakkig. Iemand hoop geven lukt niet met een pakkende zin, een one-liner. Hoop ligt diep en moet opgegraven worden. Er is werk voor nodig. En datzelfde heb ik vaak met de woorden van Jezus, die aanvankelijk lang niet altijd hoopgevend klinken, maar als je diep genoeg graaft, is in wat hij ons vertelt altijd een schat te vinden. Mag ik jullie voorgaan in gebed? God, ontferm u over ons land en onze pogingen om duurzamer te leven. Er wordt gepraat over de bouw, over de boeren, over de huishoudens van gezinnen. Er zal ergens ingeleverd moeten worden en het zal dus pijn doen. Ons hart roept uit. God, ontferm u over de bossen in Siberië. Rusland, haar koudste regio, staat in brand. De schepping wordt geteisterd door extremen ontstaan door een roekeloze mens. Ons hart roept uit. God, ontferm u over elke man of vrouw over wiens grenzen is gegaan. Alleen al in ons land 100.000 slachtoffers van seksueel geweld elk jaar weer. De schat van lichamelijke intimiteit en integriteit die u ons zo liefdevol heeft gegeven, wordt bij sommigen op verschrikkelijke wijze geroofd of beschadigd. En het kan een pijn achterlaten die nooit meer heelt. Om al deze dingen, al het leed in de wereld, bidden wij u om hulp. Ons hart roept uit. We zingen samen lied 705, Ere zij aan God de Vader.
ik jullie voorgaan in gebed. God, u bent er voor ons allemaal. U ziet onze zorgen en ons verdriet, onze vreugde en ons plezier. Het vluchtige van ons leven doet ertoe voor u. En de toekomst die u ons biedt, is er een van hoop. Leer ons vertrouwen. Amen. We luisteren nu naar de eerste lezing van vanochtend uit Jesaja hoofdstuk 65. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn, die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. En van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Ze zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden, nog voor ze me roepen. Ik zal hen verhoren, terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw eet stro, net als rund. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Zo zegt de Heer. We zingen lied 33. Komt nu met zang en roert de snaren.
De tweede schriftlezing van deze ochtend is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 12. Lucas 12 dus, waar Jezus zegt: zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. En ik begin net te vroeg. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Verkoop je bezittingen en geef je geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt. Een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook je hart zijn. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. En wees als knechten die hun heer opwachten, wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Na de overdenking zingen we lied 751, De Heer verschijnt te middernacht. Ik zei aan het begin al dat de teksten, ook zeker degene die Jezus ons vertelt, soms wel wat lastig zijn. Ik had dat met de teksten, de lezingen van vandaag ook. Ik was aan het worstelen met de vraag, waar gaat het hier nou echt over? Wat is nou de essentie? Want als je het voor het eerst hoort, kwam in elk geval bij mij omhoog dat het lijkt alsof er staat, hé, als het even tegen zit, als het leven je niet is gegund, kop op, straks bij God in de hemel komt alles goed. Maar zo oppervlakkig of zo eendimensionaal is de Bijbel niet. Er zit altijd meer in. Dus laten we beginnen bij de tweede lezing. Het onderwijs van Jezus. Waarom zegt hij dit eigenlijk? Waarom begint hij over een heer die terugkeert naar zijn knechten, over een dief in de nacht, over je gordel omdoen? En waarom begint hij nou meteen al met wees niet bang? Ja, wat moeten we hier nou mee? Een van de redenen waarom de evangeliën zo chockvol staan met onderwijs van Jezus, is omdat hij maar tijdelijk bij zijn leerlingen zou zijn. Jezus wist dat hij op een gegeven moment toch weer terug zou moeten gaan naar zijn vader in de hemel. Dus hij moest een beetje vaart maken met het goede nieuws overbrengen. Hij had steeds weer een boodschap te delen waar de discipelen op terug zouden kunnen vallen als hij zelf niet meer fysiek onder hen zou zijn. Dat is een toerustende, misschien wel die herderlijke eigenschap van Jezus en verklaart ook wel waarom hij hen aanspreekt met kleine kudde. Als ik probeer in de schoenen te staan van een van die leerlingen, dan zou ik eigenlijk wel gefrustreerd zijn. Jezus praat altijd maar in van die cryptische raadsels.
Je moet je toch voorstellen dat je een inspirerende leraar volgt. Iemand die je ook dierbaar is. Iemand waarvoor je je hele leven op de kop hebt gezet. Je hebt je baan opgegeven en misschien zelfs je huis verlaten. Wie weet voel je ergens al wel aan dat die verhouding, die aanwezigheid niet voor altijd kan zijn. Dat Jezus niet voor altijd bij je zal blijven. Maar dan wil je toch iets concreets. Dan denk je toch, Heere Jezus, geef ons nou een praktisch plan. Zeg gewoon, Filippus, jij gaat naar Azië. Bartolomeus, jij gaat naar Griekenland. Sticht ook nog een kerk in Rome. En zo komen we er wel. Maar nee, dat kregen de volgelingen niet. Ik denk dat Jezus geen concrete opdrachten gaf, omdat dat maar te tijdelijk zou zijn. In plaats daarvan bevatten zijn raadsels en metaforen een geestelijke opdracht. We proberen zijn boodschap te ontrafelen door een aantal uitspraken wat nader onder de loep te nemen. Neem nou al de eerste opdracht om je bezit te verkopen en je geld weg te geven. Dat is wel heel concreet. Het doel van die opdracht is in de eerste instantie, denk ik, ook wel praktisch. Als je geen bezit hebt, dan ben je een stuk vrijer om over de wereld heen te reizen en het evangelie te verkondigen. Je hebt dan ook niet zoveel geld nodig om in je eigen onderhoud te voorzien. Dus wat je overhoudt, kun je aan de arme mensen geven. Heel simpel. Maar wellicht zit er ook weer iets diepers onder die opdracht. Is het misschien een test? Een test in discipelschap? Ben je bereid om je vastigheid op te geven? Om in afhankelijkheid, wie weet zelfs van dag tot dag, te leven voor hem, in dienst van het evangelie. Ik spreek wel eens mensen die voor christelijke organisaties werken en dan in hun eigen salaris moeten voorzien. Dat betekent dan dat ze zelf op zoek moeten naar sponsoren die hun maandelijks financieel willen ondersteunen. Het lijkt mij verschrikkelijk. Ik heb altijd gezegd, dat nooit, dan zoek ik wel ander werk. Misschien doorsta ik de lakmoesproef van Jezus dan niet. En dat voelt wel een beetje gênant voor een voorganger. Misschien zit er nog een diepere laag onder deze opdracht. Om je bezit te verkopen en je geld weg te geven. Het is namelijk een tegengif voor hebzucht. Het tegenwoordige populaire ontspullen, jezelf bevrijden van materiële zaken die je eigenlijk niet nodig hebt, voorkomt dat je gebonden raakt aan eigendommen. Als jullie na de dienst naar buiten lopen, dan zie je waarschijnlijk op de parkeerplaats nog een kleine 21 jaar oude Toyota staan. Die is van mij en dat geeft enorm veel vrijheid. Want als ik een keer tegen een paaltje aanrij en krassen maak, lig ik daar echt niet wakker van. Het is maar een auto. Het boeit me niet hoe die eruit ziet. En ik weet, want ik ken mezelf, dat als ik een mooie, een nieuwe, een dure auto zou hebben, dat het me wel wat zou kunnen schelen als daar krassen op komen. Ik maak me dan zorgen over de staat en de status van de auto, in plaats van dat het mij dient. Misschien zou ik dan wel het bezit zijn van de auto in plaats van andersom. Die vrijheid, dat loskomen van de aardse zaken, dat is ook wat Jezus bedoelt met het letten op welke schatten je verzamelt. De schatten op aarde, die verroesten. Mijn Toyota ook, behoorlijk. Maar in de hemel, daar gaat het niet om tastbare zaken. Dus deze eerste concrete leefregel, daarmee laat
Jezus al iets doorschemeren over het leven na dit leven. Het leven zoals het is bedoeld. En we gaan nog even door. Jezus zegt dat wij moeten zijn als knechten die wachten op hun meester die terugkomt. We moeten onze gordel omdoen en onze lamp brandend houden. Je zou het heel concreet kunnen opvatten. En nu is het natuurlijk ook goed om je gordel om te doen wanneer je in de auto zit. Maar ik denk dat dit beeldspraak is. Mannen droegen in de tijd van het oude Israël lange gewaden. En wanneer jij een gordel omdeed, hief je dat kleed wat omhoog tot boven je knieën en dan was je een stuk vrijer om te bewegen. Je kon beter arbeid verrichten. We zijn dus als knechten die wachten tot hun meester terugkomt van een bruiloft. Nou, een bruiloft is een groot feest en dat kan nog wel eens lang duren. Meestal ben je laat thuis, vaak ook pas 's nachts. Daarom moeten we wakker zijn en een lamp brandend houden, om niet in slaap te vallen. En wat Jezus bedoelt is ook weer tweeledig. Enerzijds voorzegt hij het cryptische einde der tijden waar Jezus vanuit de hemel komt om ons op te halen. En ja, hoe heb je dan geleefd? Hoe sta je dan tegenover hem? Maar anderzijds is het ook een levenshouding die elke dag wordt getoetst. Als God een beroep op jou doet, heb je dan je gordel om? Brand jouw lamp? Als een collega er onrustig uitziet, als een buurvrouw hulp nodig heeft, als een vriend verdriet heeft of eenzaam is, heb jij dan je ogen open en ben je klaar om dienstbaar te zijn? Dan die andere lezing, Jesaja, een profeet die ons een vooruitzicht naar de toekomst brengt, een hemelse toekomst, waar niemand vergeten wordt, waar niemand hulpeloos zal zijn. Jesaja spreekt over die toekomst, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles wat er nu is, vergeten zal worden. Hey, dat geeft wel een interessant perspectief, wat ook weer gaat over die schatten en waar je hart is. Want misschien is het huis waar je woont de afgelopen jaren behoorlijk in waarde gestegen. Je huis is er niet meer als je bij God bent. Het kan zijn dat je de afgelopen maanden extra hard hebt gewerkt en meer uren hebt gemaakt om die promotie te kunnen krijgen. Nou, het hele bedrijf is er niet meer als je bij God bent. Het kan ook zijn dat je rouwt om het verlies van je partner of om de kinderwens die nooit in vervulling is gegaan. Die pijn is er niet meer als je bij God bent. De boodschap van Jesaja is niet dat het er nu niet toe doet. Het is niet dat het nu niet belangrijk is. Maar misschien mag dat inkijkje in de toekomst je hoop geven dat er een tijd komt zonder pijn. Daar in die toekomst zullen wij spreken en zal God antwoorden. Dan hebben we de intimiteit en de nabijheid van God die we in dit leven zo vaak verlangen. En die schrijnende, moeilijke afstand die zoveel vragen oproept, wordt eindelijk overbrugd. De Bijbel eindigt met visioenen, de openbaringen van Johannes. En hij krijgt ook weer een inkijkje in die toekomst. Dat komt niet uit het niets. Dat is niet de eerste keer dat het wordt genoemd. Want lees het hele boek er maar op na. Het is een belofte die al eeuwenlang wordt herhaald. Het Joodse volk kreeg die belofte al. Dit plan van God stond voor de schepping al vast. Het was nooit de bedoeling dat God het zou laten
bij de Hof van Eden. Er was altijd al een vergezicht van een tuin die zou uitgroeien tot een stad, waar voldoende is voor elk mens, waar veiligheid is, waar cultuur ontwikkelt, waar niemand tekort komt en waar rijkelijk gezongen en gegeten zal worden voor en met God zelf. Waar de hele schepping in harmonie samenkomt tot haar bestemming. Het leek op het eerste gezicht een vreemde selectie Bijbelteksten. Alsof er stond: wees nou niet verdrietig, want straks in de hemel komt het goed. Maak je niet te druk over geld en spullen, maar maak je vooral druk over hoe Jezus jou straks aantreft als hij je ophaalt. En dat is toch een beetje vreemd, want het lijkt dan alsof dit leven er niet toe doet. Alsof je een keer doodgaat en dan daarna begint het pas echt. Gelukkig hebben we inmiddels ontdekt dat er wat meer diepte in zit. En om het nog wat verder te kunnen begrijpen, hebben we altijd de hele Bijbel nodig. Dan vallen puzzelstukjes op hun plaats. Leg dit maar naast andere preken van Jezus. Zijn boodschap over de toekomst gaat over het loslaten van je zorgen, over het hemelse perspectief, over het feit dat dit niet alles is en dat je niet bang hoeft te zijn om je over te geven. Dus daar zitten ook waarschuwingen in, zoals richt je hart niet op materiële zaken. Dat sluit goed aan op ander onderwijs van Jezus. De rabbi spreekt regelmatig over jouw verantwoordelijkheid in dit aardse leven. Hij hamert telkens weer op wat jij betekent voor een ander. Hé, maar dat is gek. Want als jij lijdt, als jij zorgen hebt, verdrietig bent, dan wordt er gezegd: heb hoop, want er komt een nieuwe toekomst. Maar als jij een ander ziet in nood, dan is de opdracht van Jezus niet: geef die jongen even een schouderklopje en zeg dat het straks in de hemel allemaal weer oké is. Nee, dan zegt Jezus: geef je geld, deel je eten, open je huis. Heel concreet, heel radicaal. Misschien kunnen deze twee ideeën toch wel hand in hand gaan. Want als jij loskomt van dat materiële in je leven, wordt het zoveel makkelijker om te delen met een ander, om te geven en ook om je eigen kansen voorbij te laten gaan, zodat het iets beter kan gaan met een ander. Als je dat kunt, dan overstijgt een daad van naastenliefde deze tastbare wereld. Dan is iemand met een smalle beurs kosteloos helpen niet meer een praktische daad die over financiën gaat, of het gebrek daaraan. Maar dan is het een geestelijke daad die gaat over liefde. Wie denkt dat Jezus in het volgende uur komt? De meeste van ons niet. Zouden we hier dan eigenlijk zitten? Wat zouden we dan doen? Zijn er nog zaken die je moet opruimen? Woorden die je nog moet uitspreken? Vergeving om te vragen? Een plek bezoeken? Iemand bedanken? Wat zou je nog op orde willen stellen voordat Jezus komt? En die terugkomst, dat bijzondere, mystieke, raadselachtige vergezicht, heeft misschien ook wel meerdere lagen. Misschien is het een tekst die niet alleen maar over de jongste dag gaat, maar ook over elke normale dag daarvoor. Want als een dief in de nacht, volledig onverwachts, kan God altijd een beroep op je doen. Als er wordt geroddeld, doe je er dan aan mee. Als het een ander meezit, kun je het haar gunnen of ben je te jaloers? Durf je moedig genoeg te zijn om de waarheid te spreken? En ben je eerlijk
over het geld wat je verdient? Ben je bereid om tijd, om geld, om energie vrij te maken voor een ander, ook als het jou slecht uitkomt? Het is niet makkelijk. Maar onze opdracht is om onze gordel om te hebben en om onze lamp te laten branden. Want de mensenzoon komt op een moment wanneer je het niet verwacht. Maar gelukkig zijn zij wie hij zo aantreft. Amen. Uit dat vergezicht hoorden we al: straks spreken wij en zal God antwoorden. Nu voelt de afstand soms nog wat groter, maar mogen we erop vertrouwen dat wij gehoord worden als wij bidden. Goede God, hoewel we er niet altijd bij stilstaan, is er zoveel om dankbaar voor te zijn. Alleen al het feit dat wij in vrijheid hier bij elkaar kunnen komen. Dat we het wonder van de samenkomst mogen ervaren. In contact staan met u en met elkaar.
We danken voor de boodschap van hoop die we vinden in uw woord. Het leven op deze aarde is niet altijd makkelijk, maar u zet het in een hemels perspectief. We zien uit naar die toekomst, Heer, waar het bestaan zo wordt zoals het bedoeld is. De weg daar naartoe begint al nu. En in deze tijd van bouwen, bouwen aan dat koninkrijk. Daarin vraagt u ons een steentje bij te dragen. U roept ons, Heer. Dank u, God. Goede God, zo bidden wij voor ieder die op school zit. Kinderen, leerlingen, scholieren, studenten. Ieder die na de zomer een jaar over moet doen. Die hun vrienden verder zien gaan, maar zelf achterblijven. Leerlingen die om deze reden worstelen met hun zelfbeeld. Of twijfelen over hun kunnen en hun talenten. Neem hun angst en onzekerheid weg. Geef hen hun zelfvertrouwen terug. En een zicht op een hoopvolle toekomst, waar hun talenten tot een plooi in komen. Zo bidden wij en zingen. Wij bidden voor wie in de laatste levensfase zitten. Voor zij die dit aardse bestaan achter zich gaan laten. Ze voelen misschien spanning of angst voor de overgang. Ontvang hen met open armen. Laat hen weten en voelen dat u voor hen klaarstaat. Dat u een kamer in het huis van uw vader gereed heeft gemaakt. En help ons om als gemeente, als gemeenschap, over deze dingen te praten met elkaar. Zodat we als broeders en zusters om elkaar heen kunnen staan. Zo bidden wij en zingen. Vader God, wij bidden voor onze harten. Want waar onze schat is, daar zal ons hart zijn. Help ons het leven door uw perspectief te zien. Help ons leven in gereedheid, omdat we elk moment oog in oog met u kunnen staan. De waarde van ons huis, het halen van ons gelijk, spanning in politiek of bij onze vereniging, ontevredenheid over onze levensstandaard. Wat blijkt echt belangrijk wanneer we met uw blik kijken? Open ons de ogen, opdat we zien wat u ziet. Zo bidden wij en zingen. Goede God, vervul ons met uw geest als we stil worden voor u. Zo bidden we in de woorden van uw Zoon Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Allereerst even de bloemen. De bloemen van de bron die zijn dit keer bestemd voor het echtpaar Bloemhof Dokter. Ze wonen in de Torbeckelaan 62 en de bloemen gaan naar hun omdat zij op 2 augustus jongstleden 65 jaar getrouwd waren. Wij feliciteren ze daarmee uiteraard van harte. In de hal ligt straks de kaart die je kunt tekenen om het echtpaar ook te feliciteren. Wie wil deze bloemen bezorgen? Dan zal ik dat zelf even gaan doen. Oké. De bloemen van de namens de ontmoeting die zijn voor mevrouw Dina Stalman. En haar wensen we beterschap na haar val die ze gemaakt heeft. Ik heb daar verder geen informatie over. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede voor pastoraat en erendienst. En de derde voor onderhoud en huur van de gebouwen. En over die derde collecte wil ik graag nog even iets kwijt. U zult straks achter in de hal Harma zien staan met 2 collectezakjes. U kunt daar links passeren, rechts passeren. U kunt in elk geval uw bijdrage kwijt. Maar ook bij de diaconie begint het personeelstekort zich te laten voelen. U kunt verder dus uw collectes bijdragen voldoen via de Scipio-app of via een speciaal bankrekeningnummer kunt u vinden in het kerkblad en het zal denk ik ook nog wel even in beeld komen. En voor de aanwezigen hier, wij komen nu collecteren.
mag je het goede van God toewensen. Ik mag je zegenen. De Eeuwige zegent je en beschermt je. Hij doet het licht van zijn aangezicht over je stralen en hij is je genadig. De Eeuwige keert zijn aangezicht naar je toe en schenkt je zijn vrede. Amen.